Ik ben Natasja Tardio en ik schrijf voor actuele jeugdthrillers voor Vrij Kluitman. Vandaag ben ik uitgenodigd op de Jonge Studiedag omdat mijn jeugdthriller Meedogenloos een van de 25 leestips was voor dit jaar. Op deze dag heb ik best wel een drukke dag, want ik moet een interview afgeven waarbij een hele zaal met jongeren gaat luisteren wat ik te vertellen heb. En het is altijd wel bijzonder, want je vraagt jezelf natuurlijk altijd af waarom is überhaupt iemand geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. Maar dat zijn ze dus blijkbaar. Ik geef jullie een hartelijk applaus voor de eerste schrijver van de auteursgesprekken vandaag, Natasja Tardio! En dan is er ook nog een interview samen met onder andere Mel. Wallen de Vries en Ellen Boogaard. En op een groot podium waar zo'n 400 leerlingen zullen luisteren wat wij met z'n vieren te vertellen hebben. En wij gaan dan allerlei vragen beantwoorden. Ik kwam hier met de Meedogenloos. Ja, hoe is dat ontstaan? Nou, ik heb op een gegeven moment gefilmd voor het programma Eén Vandaag. En dan is het kwartiertje film, maar dat is de daarna is er nog een signeersessie. Ik heb al tussendoor al wat moeten signeren bij binnenkomst en ik verwacht ook wel dat er tussendoor nog meer te signeren is, maar er is nog een aparte signeersessie. Oh ja, dan is dat iets wat je dan gaat doen ook? En dan is er natuurlijk ook nog de grote prijsuitreiking voor de Gouden Lijst en natuurlijk de winnaar voor de Jonge Juryprijs. Ik gok op dat Mel Wallis de Vries gaat winnen, maar... Misschien gaat dit jaar worden we verrast en zal misschien Ron Molenmaker gaan winnen. We zullen het zien. Het leuke is dat voordat we die winnaar bekend gaan maken, dat we eerst twee mensen naar voren roepen die prijs al eens gewonnen hebben. En dat zijn Natasja Tardio en Emiel de Wild. Hart applaus! Welkom, welkom, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dag Natasja. Welkom en Emiel, welkom. Goed dat jullie er zijn. Ik ben heel benieuwd en mocht je hier niet kunnen zijn, dan hoop ik dat je hier misschien volgend jaar bent. Maar ik hoop in ieder geval dat je een van de boeken die hier op de Jonge Jurydag naar voren worden gebracht, waaronder mijn boeken, mijn nieuwste boek is net uitgekomen, Flup, dat je die gaat lezen. Maakt eigenlijk niet uit welk boek. Probeer te lezen, probeer te genieten van lezen. En er is voor iedereen een boek.